Ja, ik ben John van Dam. Ik woon in Asten alweer een jaar of 27. Ik ben geboren in Deurne. Ondertussen over 35 jaar oud. Getrouwd. Mevrouw Lonneke. En zoontje Quinn. Bijna een jaartje oud. Van school uit ben ik opgeleid tot brood- en maquetbakker. Verder doe ik al een jaar of 27 aan taekwondo. Ik ben twee keer wereldkampioen geweest. Europees kampioen. Een aantal prijzen over de hele wereld behaald. En ja, met die namensbekendheid en alle ervaring die ik opgedaan heb, ben ik daarmee aan het werk gegaan. Trompet. Ja, gaan we even naslaan. Zeg het op. Ja, zo ja. Komt die pook. Zo meteen. Ja, die was goed. Komt die? Denk ja, kom maar. Hè. John, die is super gedreven. Dat is met alles wat hij doet eigenlijk. Maar in dit ook. En nou, als iemand hard werkt, dan zie je vanzelf eigenlijk heel veel dingen heel snel niet al een bepaald niveau krijgen. Dus dat gaat allemaal al hartstikke goed. Ik ben zelf ook iemand die de zaken liefst serieus aanpakt, die er werk van maakt. Maar ik denk dat John met mij als coach, dat op zich wel een hele goede match is. Slaan van het stuk zelf, ja, dat moet ook een bepaalde basis krijgen. Maar zeker zo belangrijk, zo niet veel belangrijker, is de emotie erachter, de uitstraling, de beleving. Dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. En ja, daar zijn we op dit moment ook heel hard aan het werken. Nou, tempo houden, de maat, dat is het probleem. Niet ook naar het nummer luisteren en weten waar ik ben, dat gaat allemaal goed. Alleen, je moet met twee handen dirigeren. De ene hand is dat stokje, maar dat is niet altijd het belangrijkste. Ook die andere hand die brengt heel erg veel sfeer in het nummer. Of emotie en klank en allemaal meer. Ja, en in het begin voel je eigenlijk net zo'n debiel die twee handen los van elkaar moet bewegen. En dat gaat voor geen meter. En ja, af en toe heb ik daar nog wel moeite mee. Dat begint wel wat beter te gaan. Maar ja, dat vind ik wel een van de lastigste dingen buiten de emotie. Hoor.